Club de Marbella. Helaas hebben we de eerste ronde verloren. Het was een hele goede wedstrijd. We speelden tegen twee goede spelers. De rechterspeler was iets minder dan de linkerspeler. De linkerspeler was echt wel heel erg sterk. We hebben geprobeerd om hem zoveel mogelijk in de koelkast te zetten. Maar dat was niet gelukt omdat hij echt wel heel goed was. Het meest tactische wijziging was, is dat als je tegen die gast speelt die heel goed is, dan wil je liever rechtdoor spelen. Tenminste voor mij gezien op de linkerkant. Rechtdoor naar de wat mindere speler. Alleen als wij een hele hoge lob speelden, dan ging de linkerspeler die ging oversteken naar de andere kant. En die pakte dan de smash daar, bam, en dan waren we nog gezien. Dus we moesten laag, 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 laag. Aan het moment dat hij iets naar voren stapte, dan de lob spelen. Wanneer die andere gast op de andere kant ook de bal niet kon pakken. Dus het was een heel leuk potje om te spelen. En we hebben veel van geleerd. En ik denk dat we vooral sterk is dat we die tactische omschakeling gedaan hebben. Dat we eerst set met 3-6 verloren. En de tweede set met 7-6 hebben gespeeld. En dat we eigenlijk in de tiebreak verloren. Hadden we wel kansjes, maar goed gespeeld. Leuke pot. On to the next round. Volg onze vlog, zo vlug als vliegende vogels.